Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. Vandaag bij BMW, bij de R1250 RT. Dat is de sportversie. Dus die heeft de koffers erbij, het kleine schermken, die quickshifter met een boxken. De koffers, heel schoon allemaal meegedaan. Zelfs nog een derde remlichtje. Als je duwt erop, remlichtje, kunt terug rif. Is met pompjes, vind ik wel echt super. Hop, vast. Goeie rugsteun voor de bijrijder. Handvatjes ook voor op de middenbok te trekken. Hele mooie velgen. Zo gelijk of de K1200, 1300. De dikke boxerblok natuurlijk. Die telelever vering. Met de 4-pistons dubbele schijfrem. Die dikke kop. Even kijken. Hier alles, hè. Echt schoon gedaan van BMW zelf uit allemaal. Ik ga het contact even aanzetten, want het is keyless. Komt de dagrijverlichting. Dat is toch beestig, hè, mannetjes. En uw rijmodi, dat ook allemaal. Zoveel toeters en bellen, cruise control, adaptieve cruise control. Uw tractiecontrole, u kunt alles liggen regelen. Ja, eens dat je in je computer drukt, dat blijft duren. Wat je daar allemaal in kunt doen. Zetelverwarming voor van achter. Ja. Het is gewoon het. Ja. Alles wat je eigenlijk maar kunt denken dat je op een motto zou kunnen steken, dat zit, of dat kun je zetten op een RT. Hè. Je keyless vind ik ook wel echt knap. Motto in het geel is ook echt gewoon knap. Hè. Nu met de sport is dat kleiner kopruitje erop. Dat stoort mij totaal niet. Ik vind hem echt wel geslaagd. En zeker met je display en zo. Juist speakertjes zitten er niet echt op. Maar je hebt connectiviteit met je helm bijvoorbeeld kunnen maken. Je kunt je gsm linken. Je kunt er navigatie op activeren. Goed, ik denk dat we enorme koeling ook. Hier zit. Maar kijk, we hebben genoeg laten zien, denk ik. Het wordt tijd dat we terug opstappen en gewoon rijden. Hè. Heel vlot overal door. Enorm goede quickshifter. Je voelt die ook van zijn eigen wat bijremmen. Hè. Echt een super aangename motto om mee rond te cruisen. En door die power specs gaan we er ook even bij nemen. Maar hij valt ook weer in de bocht, nee, dat is gelijk of dat dan niks is. Hè.
Op Rolantie zitten we hier een rotonde te pakken in het tweede. Direct schoon die een oppak. Ja, duiden met die boksermotor. Maar dat is een immens koppel dat dat ding heeft. Hè. Remmen zijn echt ankers. En dan dat bewegelijke erbij, dat is zo. Fantastisch, weer goed gedaan. Hè. Bochtje pakken. Eens kijken wat er komt. Oh, wel in. Echt genieten van de scenery, ik ben er echt perfect mee. En toch wilde je naar de Ardennen die twisties gaan opzoeken. Gewoon heel veel plezier maken. Het is dus nog meer comfort eigenlijk dan, dan de GS. Het is ook wel nog wat zwaarder, dus ja. Zeker een heel aangename motto, ook als sportievere rijder. Er echt een volle van te genieten. Die vering is ook vrij goed. Je past hem ook aan, navenant welke modi dat in zit. Ja, dynamic is de echte sportmode. Dus daar staat hij ook wat nijdiger op de gas. Ik heb altijd graag een beetje directer. En ik vind eigenlijk, hij pakt direct op, hè. Direct, hè. Als dat je vol gas geeft, is het beter dat je stuurgoed vasthoudt. Kijk die. Echt zot, hè. Dan komt ook al zo schoon uit de vering. Nou, het is echt weer genieten, hè. Ja, hij gaat mij goed af. Ik vind het echt een vrij plezante motor. Ik weet het, dus meer op mijn formaat ook. Hebben dat ik zeg nu maar de V7 van Motoguzzi voor mij een beetje klein is. Allee, of toch die indruk geeft, ja, is deze compleet op mijn formaat een beetje gemokt. Hè. Maar die een boksermotor, die is zo tof. En je moet een keer kijken hoe dat je ingepakt zit met je been. Dat is echt vrede. Je zit heel goed uit de wind en toch heb je nog die ervaring van motorrijden. Ja, want er zijn er veel dat er als wat hebben van. Ja, maar ja, met allemaal dat kuipwerk, wat ervaarde nog?
ervaar je perfect alles nog. Alleen dat je iets beter beschermd zit. Je echte druk, zo gezegd, die is weg. Dus je kunt echt compleet ontspannen. Al in de houding zetten dat je wilt. Schoon recht op met je rug of wat meer lounge op het gemakje. Of wat chill. Ook al is het zo'n performance. Ook al is het zo'n zware motto eigenlijk van moteur, kun je perfect op lage snelheden ermee rondtuffen. Hè. Er is een immense controle met dat ding. En door die balans en dat hij zo licht aanvoelt, is echt een waar plezier. Echt goed. Ik weet niet of je de ventilateur hoort aanslagen. Je hebt ook een beetje een beter zicht, hoop ik, van de upside downforce. Van het teleleversysteem. Maar dat is ook op de gas zit. Dus daarmee kun je al inbeelden hoe plush dat je rijdt. Hè. En dan met dat vermogen. Het kan niet anders als goed zijn. Hè? ...2021 met dat scherm, je kunt ook moeilijk naast kijken. En alles weer heel knap meegedaan. Hè? Ook stalen remleidingsjes. Dan moet je met alle toeters en bellen op. Hè? Door de kardan ook weer, onderhoudsgewijs, schone intervallen, of zijn jaarlijks onderhoud. Maar deze zijn echt de kilometervreters, hè. Hier gaat echt een volle van genieten. Doordat alles ook zodanig, ik zeg, hier zijn een beetje legers, voilà. Of we zullen hem eens compleet naar beneden doen. Het is allemaal zo gemakkelijk weer gemaakt. Kijk, ik laat die gewoon in tweede. Ik ga die gewoon bollen. Ik hoor de fans aanslagen. De mechanische roffel van de boxer staan al schoon warm. Alleen spijtig dat je dat vermogen enkel eigenlijk kunt gebruiken in het oprijden van de straten. Want in al de rest is je al, je ziet, kijk, meer dan vlot genoeg voor in het verkeer mee te gaan. Ja, super comfortabel. Rijdt fantastisch goed. Styling is zeker niet meer zo, moet ik zeggen, dat je die motto aan oudere mensen linkt. Ik vind dat hier perfect als jonge mensen. Ja. Vind ik dat perfect ook goed afgaat. Hè. Voor naar een werk mee te rijden en weken weg te zijn met de motto. Kun je beter hebben eigenlijk als het. Juist voor stilstand manoeuvreren, ja. Het blijft zijn gewicht. Hè. Er kunnen weinig aan veranderen. Hè. Daar moeten we wel rekening mee houden. Maar, dat is al niet te min. Hij bougeert heel gemakkelijk. Hè. Dus het is niet dat je, hoe moet ik dat zeggen, dat je dat gewicht ten volle ervaart. Dat je dat bijvoorbeeld als je een Ultra Glide of zo van Harley pakt,
ja, door dat zwaartepunt en die verdeling van alles, ja, heb je precies een vele zwaardere motto vast. Terwijl dat die van gewichtsklasse, ja, het zijn allemaal sumo's, hè, maar qua gewichtsklasse zitten ze heel dicht bij elkaar. En dat gewicht, of die moeite voor te manoeuvreren, of terwijl dat je erop zit, je achteruit duwen of zo, daar vaart hij niet op. Dus ik denk dat dat ook wel genoeg zegt over BMW zelf. Ja, die mannen willen ook echt wel het beste zijn, hè. Dus die doen er ook heel veel moeite voor dat te hebben, hè. Dus we zijn hier vertrokken met de laatste nieuwe RT. Een hele soepele motto. Natuurlijk met zijn vermogen 136 pk. 143 newton koppel. Die telelever voorvork. Mijn veringssysteem. Die vangt echt zoveel op. Draadje. Het is wel een groot verschil. Maar hier adaptieve cruise control zit er ook op. Je kunt eigenlijk zo zot niet denken, of het zit erop. En de cruise control rijmodi, ja, 100 bakken dat erop zitten. Dus de bakken zitten er ook in. Deze is dus de sport. Dus de verre machines, hè. Het ruitje is hier ook wel een beetje kleiner op, omdat het sport is. Maar we moeten eens kijken, jong. Dat is precies een tableau van een drie-reeks of zo, hè, van BMW. Enorm overzichtelijk. Het is gelijk of dat je in een zetel zit, hè. Maar een hele vlotte zetel. En ook al heeft hij zwaar gewicht. Echt merken doet dat niet. Zoals dat je de montage van de police ook veel ziet doen. Je controle hiervan is ook vrij goed. Hè. Je kunt je motto heel schoon afregelen ook. Naar je eigen goesting. Nou, die motor die zingt echt gewoon, hè. Je zit heel mooi ingekapseld. Verwacht ook van een RT natuurlijk, die een dikke boxermotor. Je lijn ligt heel goed. Dit is echt een super touring motor. Wil diegene die dat wat in de geburen komt van dit model, ja, want dat moet al naar een Goldwing wonen. Voor de rest van dikke tourbuffel is er niet echt niet veel niet meer. Hè. Ze gaan allemaal meer naar die ja, richting allroad. Mijn gear indicator staat er ook heel erg duidelijk op. Je kunt heel vlot door de menu natuurlijk.
bandenmetingssensoren, het staat er allemaal op. Hè. Navigatie erin, je media. Je kunt het echt zetten gelijk of dat je wilt. Hè. Die connectiviteit van dat ding is ook immens. Hè. Je kunt er heel erg ver in gaan en alles wat je kunt instellen. Maar je voelt echt niet die zwaarte van die motto. Hè. Je zit hier ja, met zo'n gewicht en toch. Die balans zit ook wel super goed. We verschieten echt heel, heel erg van. Hè. Het is echt gemakkelijk voor die lange afstanden te genieten. Maar ook als je een keer wilt een keer doorgaan. Ik ga perfect. Hè. We zijn hier nu op een privébaan, dus hier kunnen we een keer eens doorgeven. Maar je ziet dat als, ja, oei, kom al in. Echt veel wind. Shifter zit er ook op. Chance dat we hier op een privébandje zitten. Bij het aflengruitje zet hem ook schoon ik zelf naar beneden. Manoeuvreren hier of balans houden, niks, maar dan ook niks van probleem mee. En er zijn bewegelijkheid, ja. Dat maakt het echt af. Goed, jongens, Maximum Motorcycle Channel out. Letters.
Kijk, we zijn hier gewoon aan het manoeuvreren en dat is gelijk of dat dan niks is, hè. Dus met een pikkelken direct vast. Met een bok gaan we ook eens testen. Wip omhoog. Putje op en... Mooi. Die gaat recht. Die gaat recht vlot op. Heel compleet machine. Heel dik. Goed. Jongens, Maximum Motorcycle Channel out. Laters.